Minister Riyad Noor Mohammed van het ministerie van Openbare Werken heeft onlangs een kennismakingsbezoek gebracht aan de Wegenautoriteit Suriname. De directeur van de Wegenautoriteit, mevrouw Gracella Josephson, geeft aan dat minister Noor Mohammed met het bezoek heeft getoond de Wegenautoriteit Suriname te erkennen. Minister, nogmaals, wees u van harte welkom bij de Wegenautoriteit. Ik kan u zeggen, Wegenautoriteit verlangt al jaren naar een goede samenwerking met het ministerie van Openbare Werken, met alle belanghebbende organisaties en stakeholders. En met uw komst bij de Wegenautoriteit vandaag heeft u getoond dat u die samenwerking wil hebben met de Wegenautoriteit. Het is de voorgaande ministers niet gelukt, maar deze minister nogmaals heeft getoond dat hij Wegenautoriteit erkent. Dank u wel, minister en team. De voorzitter van de raad bij de Wegenautoriteit, mevrouw Adeline Weinerman, legde de belangrijkheid uit van de raad. Ik wil natuurlijk aangeven, dus de raad, misschien is het ook goed om de raad direct aan de minister te presenteren. Dat zijn de raadsleden, ja, waarbij, ik hoef misschien de namen niet te noemen vandaag voor u minister, als u dat, maar dat is de raad. En wij hebben natuurlijk, zoals dat we weten, als raad onze belangrijke taak, toezicht op het bestuur van Wegenautoriteit. Een van de belangrijkste zaken, en dat moet ik aangeven, is ook op advies van de accountant toen geweest, toen we bezig waren met de jaarrekening, is dat we om duidelijk aan te geven waar middelen vandaan komen, ook gevraagd hebben aan Openbare Werken om Wegenautoriteit wederom op te brengen op de begroting. Jammer, echter is het in de begroting van 2020, hebben we gemerkt, nog niet plaats gehad. En we hopen dat in 2021 dat wel duidelijk, wel op de begroting opgebracht was, zodat dat duidelijk transparant is wat de middelen zijn die welke aan Wegenautoriteit en wat het plan is, beleidsplan, etc. is van Wegenautoriteit. De minister geeft aan dat er drie belangrijke zaken zijn bij de Wegenautoriteit waarvoor hij zich sterk wenst te maken. De directeur heeft het gezegd, samenwerken is verschrikkelijk belangrijk. Vanwege, je weet, je hebt beperkte mensen, middelen, mogelijkheden. Dus wij zijn ook warmer voorstander van samenwerken. En dat moet gewoon doorgaan. En er zijn er drie dingen die ik aan de orde wil stellen. Maar ik ga speciale aandacht vragen voor als er dingen zijn in de wetgeving die veranderd moeten zijn, moeten we niet bang zijn. U weet, ik ben daarvoor DNA-lid geweest. Ik heb gedurfd wetten alleen in te dienen. Zelf in te dienen alleen. Dus dat geeft aan dat als jullie wetten willen veranderen van de Wegenautoriteit of nieuwe reglementen, dan mag je rekenen op mijn ondersteuning. Dat ik het doorstuur naar het parlement. Tweede zaak. Dat weet het ministerie van Openbare Werken nu ook. Dat ik grote voorstander ben van openbaarheid van besteden van werken. Laten we geen klachten buiten horen van meneer Noorman heeft die overgeslagen of die persoon niet geraadpleegd of wij wisten het niet. Dus dat soort dingen wil ik niet horen. We hebben tegenwoordig borden, media, dus we kunnen informatie goed bekendmaken. Dus openbaarheid van besteden van gelden van de burger is voor mij verschrikkelijk belangrijk. En een derde ding is inderdaad de public relation. Die burger wil weten wat gebeurt er met zijn centen. Dus ik weet dat jullie dat doen. En als het kan, moet het nog meer gebeuren. Diezelfde opdracht heeft het ministerie van Openbare Werken ook gehad. Ze hebben alle tools, dus het moet kunnen.